Het is zo dat de stadionklok die loopt niet mee. Dat mag niet meer volgens de internationale reglementering. Omdat dan de scheidsrechter door het publiek wordt opgejaagd. Naarmate de 90 minuten of de 45 volgeraken. Dus geen stadionaanduiding van de tijd. Kijk eens. Kojev, rustig. Maar ja, toch niet helemaal accuraat. Maar het valt mee. Kijk eens. Wat een ruimte voor Mitarski. Broekhart gaat. Is Krenov, beetje gaan. Is Krenov? Nee, nee. Gewoon intrappen. Dus dat is gedaan vanaf nu. Dit seizoen. De UEFA en ook zelfs de FIFA hebben dat aangegeven. Dus geen aanduidingen van de tijd meer in het stadion. Dat houdt het publiek meer rustig. Beginnen ze niet te fluiten en zo. Voor het gedaan is. Ondertussen zijn we wel zo'n 3 minuten aan de gang. In de tweede helft. Iets meer. Kiekis. Van Rooij. Speelt goed. Maar de opening vinden is moeilijk. Quaranta. Is geen Frans van Rooij natuurlijk. Dat is Georgi Slavchev dus. Nooit meer vergeten nu. Het is ook om nooit meer te vergeten. Mitarski. Petar met de voornaam. Mitarski. Oh, die gaat er even voorbij. Oh, Wim de Koning. Brengt daar even weer redding voor zo'n ploeg. Ik zei het er straks ook al. De verdediging is goed van Antwerpen. Maar ze is een beetje statisch. En dat komt dan aan het oppervlak bij zulke fasen. Bij een demarrage van Mitarski. Maar Wim de Koning mag zich zeker niks verwijten. Buitenspel van Quaranta. Maar dat klopt niet helemaal. Dat was Mitarski. Krullenbol. En wat kan Antwerp nog? Ze maken niet echt een geslagen indruk, maar de echte overtuiging en concentratie is er ook niet, vind ik. Savov, een van de routiniers. Kiekis. Grujev, kijk eens, ze zijn daar met velen hoor. Jotov, is een beetje ver. Maar een tweede doelpunt van de Bulgaren hangt meer in de lucht voorlopig dan een eerste van Antwerp. Het is jammer dat ik het moet zeggen. Jotov. Velko is zijn voornaam. Gardenkirchen. In samenspel met zijn vriend en landgenoot. Leenhof dus. De kennen. Van Rooij. Foutje van Slavchev. Slavchev. En zijn voornaam is dus Georgi. Van Rooij. Na 6 minuten zeg maar. Frans van Rooij. Afstand is iets te groot. De kennen. Kopt, ja, maar niet met volle overtuiging. Ook in volle loop, maar het geeft wel een hoekschop voor Antwerp. Bal valt. En Zdravkov blijft. Zeer kalm. Leenhof, de vijfde hoekschop. Frans van Rooij, dat is een kans. Nog eens, met rechts. Op Grujev. Ja, ja. Het zit allemaal niet mee. Voor Antwerp en Tjeniatinski. En de onzekerheid neemt dan toe. Bal moet eens goed vallen. En dan zijn we vertrokken. Dat heeft ook Davidovic gezegd. We hebben een goede ploeg, maar er moet meer lef komen. Meer zelfbewustzijn. Dat is makkelijker gezegd natuurlijk. Daar zit hij, Davidovic. Samen met de clubdokter en Danny Koekekoren. Adjunct trainer. Jotov. Mitarski doorspelen.
Nee, buitenspel. De heer Prohaska heeft gevlacht. En Mitarski moest terug. Van Rooij? Nee. Dat is te ver. Het is moeilijk om zo'n bal accuraat te trappen. In de loop van Leenhof. Die is dan wel snel, maar blijft toch moeilijk. Jotov. Dat is een knokker ook. Galinkirchen. Nee, net niet. Weg is weg, zegt Van Gelof. Ralf Galinkirchen. Nico Klaassen, foutief gestopt. Erg laag, veel te laag. En nu ruimte voor Iskrenov. Ja, buitenspel, net buitenspel. Als de bal vertrok, inderdaad. Smits, snel. En dat moet ook. Leenhof, duwfout. Eerst springen en dan lopen, dat mocht niet. Van Kaupen. Ze kunnen met elkaar praten natuurlijk in het Duits. Slavchev. Broekaert. Op de hakken getrapt door Iskrenov. Heeft zich blijkbaar pijn gedaan. Maar ondertussen gaat het spel wel door. Van Rooij. Oppassen. Jordanov begreep dat. Dat Van Rooij daar helemaal alleen stond. Helemaal als laatste man bijna. Dus even opjagen. Maar de fout op Frans Van Rooij. Klaassen blijft werken. Quaranta. Kijk eens, de kans voor Klaassen. Czerniatynski voorlangs alweer, ja. Leenhof, en die ging te snel. TGV Leenhof, voorbij de bal. Iskrenov, niet voorbij de bal. En kijk nu, kijk nu. Met 4-2, Van Rooij, die moet mee gaan verdedigen. Alleman is weg. Mitarski, gelukkig aarzelt hij even. Maar het is nog niet gedaan. Jordanov. Nee, nee. Doorspelen, zegt Kaupen. Dat dacht ik ook. Schoof gewoon onderuit. Maar weer een kans voor Antwerpen om echt weer in de wedstrijd te komen. Savov. En die passeren niet zomaar. Verdedigend de sterkste. We gaan nog eens kijken. Naar die enorme kans. Eerst Klaassen. Ja, die tikt die bal dan nog voorbij de doelman. Maar ook naast de doel. En Czerniatynski is veel te ver weg. Klaas had het moeten kunnen afmaken. Maar het was moeilijk. Slavchev laat nog even zien wat hij kan. Groot en technisch ook sterk. En de tackle van Broekaert. Die staat pal. Een doelpunt zou er moeten komen. 1-1 zou leuk zijn voor de wedstrijd. De kennen. Kikis. Leenhof. Leenhof, goed. De kennen, nee. Zdravkov is dat. Vele mensen zullen nog denken dat dat Popov is. Wat is Zdravkov? En buitenspel, ja. Met z'n tweeën. Vooral Iskrenov aan de overkant. Quaranta. En er komt vuur in het stadion. Supporters voelen dat het toch nog zou kunnen. Inwerpen voor Antwerp, voor rood en wit, de liefdevolle kleuren. Nog een half uur hebben ze. Iets meer. Maar de Bulgaren ook, Jotov. 3-2. Risico's, uiteraard. Mitarski. En die loopt buiten, ja. En Iskrenov is weer boos, daar links. Dit is Mitarski. En de koning, er is haast bij. Van Rooij.
Garlingkirchi. Leenhof. Leenhof, goed. Op Garlingkirchi. Nee, oh la la. Jammer. Is goed gedaan, maar ook die Bulgaarse doelman Zdravkov ging weer netjes plat. Leenhof. Op snelheid en kracht voorbij. Hij plaatst die bal goed. Garlingkirchi, maar niet goed genoeg. Een andere hoek had misschien leuker geweest. Ralf Garlingkirchi. Het had het keerpunt kunnen zijn in deze partij. Slavchev, die is sterk. Jordanov. Savov. Mitarski, dat loopt vlot. Grujev, nee, niet bij de bal. Smits, achteraan is er uiteraard ruimte voor de Bulgaren. Maar nu misschien ook voor Antwerp. Vermoeidheid gaat wegen en dan krijg je uiteraard openingen op dit grote Bosel-veld buitenspel. En Davidovic, boos en ook Leenhof. Nee. Op het moment van de paas zou het kunnen. Dat het geen buitenspel was, bedoel ik dan. De kennen. Even fix er tegenaan, tegen Mitarski. Die heeft al genoeg voor last gezorgd. Zal de kennen denken. En Mitarski blijft uiteraard liggen. Verzorging niet toegelaten door Kaupen. Klaassen trekt hem recht. Smits. Nee. Iskrenov. En Smits. Dat is de man om zo iemand te bewaken natuurlijk. Goed. Ai, ja. Tseniatinski, goed bedoeld, maar Petrov had het doorzien. Een beetje onterecht gefluit. De bedoeling was er. Dat is niet goed van Kikis. Mitarski. En steeds die Jotov die ertussen zat. Hè. Goeie opstelling van Broekaert, maar wel een hoekschop. Voor de Bulgaren. Nico Broekaert. Is Kudanov. Voorlopig niet echt kunnen uitblinken, maar kom, je moet hem altijd in het oog houden. Hij kan ook de bal bijhouden. Duwen, trekken. En daar komt Van Rooij mee verdedigen. Leenhof op links. En steeds die Slavchev. Dat is een goeie. Hij heeft niet alleen gescoord, maar hij kan ook echt goed meedoen. Technisch goed en sterk in het verdedigend werk. Daar komt Zdravkov. Leenhof is snel, maar niet snel genoeg voor zo'n balletje. Vangelov, Zdravkov. Grujev, dat is een van de minste bij de Bulgaren. Ze beginnen te tikken. Jordanov. En altijd een zuivere paas. Is de Frans Van Rooij van de Bulgaren. Hij heeft een schot dat niet zo goed is als dat Van Rooij, maar het is de dirigent. Balverlies. Leenhof moet gaan misschien op snelheid. En proberen, ja. Echte overtuiging was er niet. Van Rooij. En dat is ruim buitenspel. Dat is meneer Fleischhacker even in beeld.
Ook uit Wenen dus. En als ik goed hoor, dan hoor ik de naam van Hoebrecht scanderen op de tribunes. Aanvaller dus, erbij. Wie weet, de mensen willen dat er iets verandert, dat er iets gebeurt. Het had al kunnen gebeuren op het veld dan. Grujev. En steeds die Slavchev. Probeert het zo, de kenner heeft het doorzien. Het was ook al te simpel. Maar de tijd begint te dringen. Twee doelpunten moeten er nog vallen voor Antwerpen dan. Jordanov. Staan er met enkele buitenspel, dus wachten. Mitarski. Ja, lokt de fout uit, maar krijgt je ook van Kaupen. Maar ze is een van de beste vandaag. Beter dan Iskanov, vind ik. Moeilijker van de bal te houden voorlopig. Dat is ook niet goed. Galinkirchen. Leenhoff. En Van Rooy. Van Rooy probeert het alleen. Van Rooy. Frans Van Rooy. Nog. Nee, nu dan. Klaassen. En dan Czerniatynski. Nee, oh la la. Ze staan te beven op hun benen, Klaassen en Czerniatynski. Als het moet afmaken. Van Rooy, mooie inspanning. Maar hij bleef haperen. Kijk nog maar eens. Is de moeite waard. Kijk, ja, dat is het. Goed met die zool meegenomen. Dan begint het te haperen. Klaassen. En dan Czerniatynski. Controle net niet wat hij moet zijn. Alex Czerniatynski zit hem niet mee. Eén keer scoren zou misschien genoeg zijn. In de hele competitie nog niet gebeurd. Klaassen dus één keer. Maar van zeer dichtbij. De mannen die scoren voorlopig zijn verdedigers. Leenhoff ook. En Van Rooy. En vorige vrijdag Broekaert en Quaranta. Nu niet meteen bekendstaand als doelpuntenmaker zijn Zdravkov. Krampen of een tik meegekregen daar in de dij. Bij dat geharrewar. Inderdaad. Zdravko Zdravkov. Tijdwinnen zal er ook wat bij zijn. Pangilov. Als ze achter stonden zou het wellicht anders zijn. Maar weer een kans weg voor Antwerp. En de minuten verstrijken. Van Rooy. Van Rooy wordt steeds meer de man. Kijk eens. Quaranta. Nee. Hij heeft niet de paas van Pister, zullen ze hier denken. Maar het zit er nog in. Kom. Jordanov. Het verliest zeer zelden echte bal, Jordanov. Quaranta. Maar Vangelov nog fris blijkbaar. Slavchev, die moet ik u niet meer voorstellen. En Garinkirchje. Hij zweet al. Al speelt hij nog maar pas mee, zeg maar. Krijgt een fout mee.
Van Rooij. Bal valt nooit waar hij zou moeten vallen blijkbaar. En daar gaat Mitarski oppassen. Iskunov aan de andere kant mee. Jordanov. Hij moet wachten. Iskunov. Nee, niet adequaat uitgevoerd. Czerniatynski. Czerniatynski. Nee. Krijgt gelukkig een fout mee. De bal was al weg. En nu krijgen we de vervanging. En ik vrees een beetje dat Alex... Ja, het is jammer, maar het is misschien ook beter voor hemzelf. Vertrouwen is weg. En Geert Houbrechts, vorig jaar nog bij Sint-Truiden, gaat eraf. Er wordt gefloten en boe geroepen. Waarvoor precies is mij niet helemaal duidelijk. Inderdaad, Geert Houbrechts heeft nog niet te vaak meegedaan dit seizoen. Nog helemaal niet zelfs in de competitie. En nu mag hij het Europees komen bewijzen. Halverwege de tweede helft zitten we. Geert Houbrechts, vorig jaar plots opgevallen door een uitstekende wedstrijd tegen Club Brugge. Tweemaal scorend. En de man van de match toen. En belofte international geworden. Mitarski, die moeten we ook in het oog houden. Iskrenov staat ook in de buurt, maar heeft niet veel zin. Ja, kijk, staat er wat te wandelen. Geef die bal dan toch, Iskrenov zegt. Ja, als het hem niet zint, doet hij niks meer. Maar daar wel een opening. Jotov. Naast. Jotov. Ga nog eens kijken. Plots die opening. Over het hoofd van Mitarski naar Jotov. Met links. Nee. Maar Iskrenov, het was leuk om te zien hoe hij boos was op Mitarski. Maar het klikt niet echt tussen die twee. Jordanov. En weer verliest hij de bal niet. Van Rooij. Hij roept op hulp. Smits en Slavchev. Weg is weg. En we krijgen ook een vervanging bij de Bulgaren ondertussen. Man met het nummer 14. En dat zou normalerwijze Donkov moeten zijn. Jotov gaat eraf. Die heet ook al Georgi Donkov. Het is wel degelijk Donkov. En Jotov, zeer verdienstelijk, ook nog jong, gaat draagzaam van het veld. Donkov, die de hele wedstrijd speelde in Sofia. Groot en sterk. Defensief wellicht iets beter dan Jotov vandaag. Smits. En de fout van Iskrenov. Van Rooij in één tijd. Kikis naar de allerlaatste man, de kennen. En nu, er komt steeds meer ruimte. En uiteraard voor die Bulgaren. De koning staat er halverwege de speelhelft. En lost dat netjes op, moet ik zeggen. Niet zonder risico. Donkov, Mitarski, daar komt Iskrenov. Maar Mitarski gaat alleen. Oh. En nu heeft Iskrenov weer reden om boos te zijn. Mitarski wil het netjes alleen doen. Hij ligt er nog van na te hijgen. Kijk maar eens. Alleen op de doelman af. Had ook kunnen afmaken uiteraard. Gelukkig Smits. Smits, alweer Smits. En aan de kant daar links of rechts voor u in beeld. Stond nog Iskrenov. Helemaal alleen. Ondertussen liggen daar twee spelers van Antwerp geveld. Tegen elkaar gebotst. Smits inderdaad bij die tackle op Mitarski. En ook de kennen moet dat zijn inderdaad. Braagberry erbij.
Hopelijk is dat niet te erg. Maar de kennen en vooral Smits zou wel eens ernstig kunnen geraakt zijn. Tegen elkaar gebotst om een doelpunt te verhinderen. Ondertussen buiten uw beeld Iskrenov en Mitaski maar discussiërend over wie de bal naar wie zou moeten geven. En nog een draagberry voor twee man bij Antwerp. Er is al vervanging geweest. Geilenkirchen, Hoebrechts dus met 9. Zouden ze voort moeten. Tadevidovic komt even kijken, dan zien we het nog eens. Die kans voor Mitaski. Dat is Broekhaart erachterin. Daar komt Smits en de kenner rechts. Gaan die tegen elkaar komen. De tackle met beide gaan ze er naartoe. Tegen elkaar. Ja, ja, die vallen slecht. Beeld is er zelfs even van ondersteboven. Ja, ja. En er zijn al twee vervangingen geweest. Iedereen erbij. Ook Davidovic daar met rood en blauw. Naast Geilenkirchen. De dokter erbij. En alle verzorgers van Antwerpen. 3 in totaal. Als dat echt zo zou zijn. Iets meer dan een kwartier voor het einde. Dan kan dat ook het einde zijn van de kwalificatiekansen voor Antwerpen. We hebben 9 tegen 11. 2 doelpunten goed maken. Dat is... Of 2 doelpunten maken, eentje goed maken. Maar eigenlijk zijn er 2. Vervangen, zeggen ze daar. Maar dat kan niet natuurlijk. Geilenkirchen en Hoebrecht staan er al op. En Schroten en Tscherniatinski zijn eraf dus. En Davidovic op zijn klok kijkend even. Ja. Eenzaam in de treurnis. En zoekend naar een oplossing. Smits, die kan misschien voordoen. Maar de kennen die wordt afgevoerd. Smits achter het oor, dat is natuurlijk een zwakke plaats. Frankie de Kenne inderdaad. Die kan niet meer meedoen. Jammer voor Antwerp en vooral voor hem. Met 10 moeten ze verder. Ook dat nog. Is een domper op het enthousiasme uiteraard. De achterstand eerst, de pogingen om terug te komen, de kansen voor de Bulgaren, de kansen die gemist werden en dan dit. Een halve Smits doet nog voort, maar de kennen jammer genoeg. Blijkbaar toch ergste geraakt, waar of hoe weet ik niet precies. Ondertussen gaan we voort, ja. Zo is dat in voetbal. Donkov, weg is weg. Iets minder dan een kwartier. De koning, zeer ver uit zijn doel. Jordanov, kijk eens, tussendoor. Mitaski buitenspel en ook Donkov. Dat mag niet. Geel voor Donkov. Kijk eens, een kwartier nog, officieel. Iets minder misschien nog, ondertussen. Maar het spel heeft ook stilgelegen uiteraard, daarnet nog. Bal moet nu maar naar voren in de 16 meter. Veel anders zit er niet op. Geilenkirchen een misschien? Nee. Savov. Quaranta. Bal moet 1 keer goed vallen en we zijn misschien vertrokken. De koning die speelde eigenlijk libero. Dat deed hij daarnet al, maar nu nog meer met zijn 10e. Quaranta, nee. Van Rooij op de vleugel. Met Vangelov op de hakken, op de Achillespezen. En vrij schop. Vlug genomen, iets te vlug misschien. Quaranta. Nee. En alle ballen meteen naar voren ook bij de Bulgaren. Want daar is ruimte achteraan. Bij Antwerp. Oh la la. Met 3 tegen 2. Donkov weg natuurlijk.
Buitenspel wordt er geclaimd. Iskrenov, ja, het is gedaan. Die staat dan wel buitenspel, uiteraard. Ja, ja, Iskrenov zelf. Komt wel van achter de bal, maar stond ruim voor Donkov. In elk geval. Donkov, die stond dus geen buitenspel. Tikt de bal naar voren en daar staat dan Iskrenov. Ja, ja, is misschien nog betwistbaar. Antwerpen komt daar goed weg. Ondertussen Jordanov geveld en een vrije schop voor Vitosha, Sofia. Het vroeger Levski Sparta. Vorig jaar in de Europabeker voor landskampioenen uitgeschakeld door AC Milan. En dat is geen schande. Mitarski. Staan er met 2-3 mensen. Grujev was dat. Slavchev, nee. En weer Iskrenov, ja, 5 meter. Nu kan hij niet discussiëren. Moet niet makkelijk zijn, samenspelen, nee, dat is... Donkov even in beeld. Iskrenov was de man die ervoor stond. Nu dan Hoebrechts. Nog nauwelijks bij de bal geweest. Een penalty? Nee, dat zou al te sterk zijn. Jordanov, oei oei oei. Met tweeën moeten ze dat opvangen. Smits en Broekaert en Mitarski ziet sneller en wendbaarder. Dit noemt men de counter. Goed van Broekaert. Zijn positiespel is nagenoeg foutloos. Donkov. En Smits. De koning klemvast. Bangilov. En die is moe aan het spel. Ja, inderdaad. Van Quaranta. Zou eens kunnen lukken natuurlijk. Maar het mag niet. Wat kan Antwerp nog? Goed. Buitenspel is Krenov. Ja. Zeer duidelijk. 9 van de 10 keer is het Iskrenov. Is niet moeilijk. Hij kan er niks aan doen, zegt hij. Heeft meer gepraat dan gevoetbald in de tweede helft. In de lucht gaat het niet. Met Savov achteraan. Naar Leijenhoff, die hebben we al een tijdje niet meer gezien. Hij heeft, zoals steeds, heel wat afgelopen. Van Rooij, steeds meer op de vleugel. Oei, in de grond getrapt van Leijenhoff. Enkele zoden eruit, maar de bal wel rustig achter de lijn. In de handen nu van Zdravkov. En Jordanov tikt die bal steeds goed. Zeer opvallend. Iskrenov. Mitarski. Iskrenov. Ze hebben alle tijd natuurlijk. Broekaert moet komen. Moet mee echt verdedigen nu. Op de man. Tien minuten nog zullen we zeggen. Oei. Iskrenov. En alweer in discussie. Dit keer met de lijnrechter. Hij kan voetballen, maar als je moet kopen, zou ik toch twee keer nadenken. Niet de makkelijkste die je binnenhaalt. Kijk eens. Slavchev, die gaat alleen, ja. Maar de koning heeft dat ook gezien. Dat is iets te opvallend. En slecht uitgevoerd bovendien. Leijenhoff, Klaassen met Savov. En hoekschop. Hoekschop nummer 6. De tweede in de tweede helft voor de Royal Antwerp FC. Leijenhoff. Hoebrechts.
Nee, hij valt steeds net iets verkeerd. Jordanov. Iskrenov met Smits. En Smits heeft het moeilijk. Kijk eens. Iskrenov. Iskrenov nog. Met links, rechts. Allemaal hetzelfde. En nu Mitarski. Naast. Oh. Gelukkig voor Antwerpen was Kiekes er nog. Om het hem moeilijk te maken. Anders was het hier toch helemaal afgelopen. En de kansen voor de Bulgaren stapelen zich op. Kiekes zit er nog tussen. Ja, dat is Vangelov nu. Iskrenov wandelt ondertussen rustig terug. Komt daar even uit offside positie. Iskrenov gaat dan zelf maar schieten. Ja. Zijn ook moe blijkbaar. Groep rechts, Leenhof. Op links gaat Quaranta. Maar die heeft ook al zeer veel weg afgelegd. En nu? Ja, moet dan maar wat duwen en trekken om te hopen dat hij er voorbij geraakt. Nee, nee, dat kan niet. Is meer de ontgoocheling dan echt terechte verontwaardiging. Mitarski, ja, ja, er moet gespeeld worden ondertussen. Gaan ze het dan toch afmaken? Mitarski, nee. Ze zijn meer op training bezig. Die Bulgaren laten het hier liggen. Ze zijn moe. En altijd maar discussiëren met elkaar. Praten, praten, praten. Gelukkig is de verstandhouding niet de best. Anders had het hier al meer dan 0-1 kunnen zijn. Galinkirchen. Ja, ja, die is binnen. Galinkirchen. Onmogelijke hoek. Het is gebeurd. Het is misschien te laat, maar het kan nog. Ralf Galinkirchen. Ja, ja. De man die was in ongenade gevallen. Scoort nu. Daar moeten we nog eens naar kijken. Zdravkov verrast. Doordat hij niet echt voorzette, maar meteen op doel gaf. De paas van Leenhof op Galinkirchen. Die is snel dus. Allebei zijn ze snel. Ja, ja. Buitenkant voet een beetje. En Zdravkov volkomen verrast. Er staat 1-1. Het kan nog. Ondertussen vervanging bij de Bulgaren. Ook om tijd te winnen. Dat kennen we. Het gekende procedé. Kaupen zegt dat het even mag. Nummer 13 komt erin. Dat moet Dinko Gospodinov zijn. Als onze inlichtingen goed zijn uiteraard. Als dat scheidsrechterblad, waar ik dus een kopie van heb, helemaal juist is. Gospodinov, man met veel ervaring, een van de ouderen. En hoeveel tijd hebben we nog? De stadionklok geeft het niet aan. Mijn klok geeft nog zo'n 5-6 minuutjes. En het heeft even stilgelegen. En nu moet het nog kunnen. Iskrenov kan de bal houden. En gaat dat nu ook uitspelen. Jordanov is eraf. Was ook geblesseerd voor de wedstrijd aan de Lies. Iskrenov. Naar Savov. Sterke jongen moet dat zijn. Komt van helemaal achteraan. En Antwerpen dus nog altijd met 10. Laten we dat niet vergeten. Frankie de Kenne afgevoerd op een draagberry. En er waren al 2 vervangingen doorgevoerd. 5 minuutjes nog, kom. Moet nog kunnen. Gezang is begonnen op de tribunes. Beetje laat. Maar we zullen zien. Is Krenov snel natuurlijk. Ja, het is gebeurd. Ja, moest er van komen. Donkov moet dat zijn. De invaller, Donkov. Georgi uiteraard met de voornaam. 1-2. En nu moet Antwerpen 2 maal scoren. In die luttele minuten. Om door te gaan. Ze staan er allemaal. De voorzet van Iskrenov. En eindelijk vinden ze elkaar dan. Donkov schuift die bal door de benen van Dim de Koning. De Bulgaren hebben heel wat kansen laten liggen natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten. Dat moeten we erbij zeggen. Antwerp heeft nooit helemaal echt rondgedraaid. Ze hebben ervoor gevochten. En het heeft ook niet helemaal meegezeten. En getuigen ook dat uitvallen van de Kenne. Wim de Koning, een geslagen man. Wat kan nog in die 4 minuten? 1-2. En dan moet het 3-2 worden, wil Antwerp doorstoten naar de volgende ronde. Hoebrechts, nog nauwelijks bij de bal geweest. Is ook moeilijk.
Smits. Het is afgelopen, zeg maar. Maar in voetbal is het dus nooit afgelopen. Hubrichs, goed nu. Klaasie. Leenhof, wat gaan we nog beleven? Leenhof, ja, ja, proberen maar. Vloekt in het Duits. Koyev. En wie gaat er? Iskrenov staat helemaal alleen vrij. Krijgt de bal. Ondertussen is Kwaranta teruggekomen. En achter zijn rug komt Grujev. Iskrenov krijgt de bal terug. Misverstandje meer of minder komt er nu niet meer op aan. Galinkirchen. Die moet nog redelijk fit zijn. Galinkirchen. Ja, ja. Galinkirchen. En ga maar. Kom. Nee. Paas net iets te veel naar achteren. Ralf Galinkirchen. Zijn snelheid. Kan veel opleveren natuurlijk. Quaranta. Die is moe. Kikis. Nee. Zdravkov. En daar staat Mitarski. Helemaal alleen in de wei. Broekaert probeert. Ja, en Broekaert doet dat goed. Alles ligt nu open natuurlijk. Vooral bij Antwerpen achteraan. De Bulgaren zijn iets minder scheutig om naar voren te trekken met z'n allen. Oeh, Klaas. Ja. Iskrenov ondertussen aan deze kant buitenspel natuurlijk. Maar ja, hij is teruggekomen. Mitarski, 1-3. Ja, ja. Hij maakt het dan zelf maar af. Mitarski, eindelijk heeft hij gescoord. Hij heeft er heel wat kansen voor nodig gehad. Gefeliciteerd door Grujev. Maar Iskrenov die wandelde weer terug. Van meters buitenspel. En Mitarski 1-3. Antwerp moet de kelk tot op de bodem leiden. U ziet daar Iskrenov. En dan kwam hij nog terug. Vallend maar binnen nu. Het is gedaan. Antwerp zal de tweede ronde niet bereiken van de UEFA-beker. Mitarski wel. De lijnrechter aan deze kant. De heer Prohaska. Hij heeft ook al betere dagen gehad, dacht ik zo. Ja, speelt die man mee of niet? Iskrenov, dat is de vraag. Beïnvloedt hij het spel of niet? Dat is al ettelijke keren gebeurd, ook in Sofia trouwens. Komt steeds op zijn gemakje terug. Zijn conditie is niet wat het moet zijn. Ja. Leenhof. Oei. Een gebaar dat niet hoort. Ja, en in het Duits, dat kan allemaal. Maar Kouper die geeft geen kick. Doet of hij hoort dat helemaal niet. Ontgoocheling is groot. Niet bij deze man, wel bij Leenhof. Nee, deze keer niet. De 90 minuten zijn ondertussen rond. De koning nog met een paas. Hubrichs goed. Leenhof misschien. Klaassen wacht. Leenhof. Klaassen gaat hij dan toch scoren? Ja, 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 hij gaat het doen. Het is te laat, maar het is gebeurd. 2-3. Nico Klaassen. Nico Klaassen heeft gescoord. 2-3. Maar het is afgelopen. De 90 minuten zijn rond. Toch nog eens kijken. Een wippertje van Hans-Peter Leenhof. En Nico scoort eindelijk nog eens. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Eerst in de Europa-beker. Maar het levert niks meer op, denk ik. Alleen een beetje zelfvertrouwen, hopelijk voor hem in de volgende wedstrijden. Iskrenov, 2-3. Dat is de stand. Net de stand ook een paar jaar geleden tegen Lens. 2-3. Mitarski, maar het is nog niet gedaan. Het kan nog wat anders worden. 2-4 bijvoorbeeld. Iskrenov buitenspel. Ja, waarom niet? Antwerp moet nu nog twee keer scoren. In blessuretijd, wie weet. Leenhof, kijk eens.
Allemaal op het eind komt het. Hoebrechts, nee. Net niet precies genoeg die paas. 2-3, dat was ook de uitslag een paar jaar geleden tegen Lens. Na een 2-2 in Lens. En Antwerpen lag er toen ook uit. Europees wil het niet meezitten. Ze hebben ervoor gevochten, want dat kun je ze zeker niet verwijten. Conditioneel zitten ze goed. Broekaert. En de Koning, ja. In één tijd. Klaassen met de borst. Alles kan nu. Leenhoff buitenspel. Het is wel binnen. Nee, telt niet. Het kan allemaal niet meer baat. Het is afgelopen. Spelen ondertussen ruim een minuut over. Maar kom, de kennen, dat heeft wat geduurd. Nog even opnoemen. Eerste doelpunt van Slavchev, wel degelijk. Dan Galinkirchi. 1-1. Dan Donkov. Mitarski. En daarnet Nico Klaassen. Zijn doelpunt kwam te laat, jammer genoeg. Smits, zeer verdienstelijk. Zoals steeds. Frans van Rooij. Hoebrechts, nee. Smits, altijd ertussen. Smits, Galinkirchen, Hoebrechts, Galinkirchen. Begint te lopen nu. Nee, net buiten de 16 meter. Er niet binnen, zegt Kaupen. En Kojev zal daar tevreden mee zijn. De libero. Net iets te schuin voor Frans van Rooij om echt recht op doel te kunnen geven. En valt binnen uiteraard. Is niet makkelijk. Ja, oh, dat leek me binnen. Ja, binnen, 3-3. Ja. Haha. Het is weer Nico. Hij spurt naar de middenlijn. Wat gaan we nog beleven? Hoeveel minuten geeft Kaupen Antwerp nog? Dat is de vraag nu. 3-3. Leuk is dit wel. Nico Klaassen, tweemaal gescoord. Maar is het omzonst of niet? Dat was al bijna binnen. En dan Klaassen, strafkop tegen de mat. En ja, met volle, ja. Nu spelen die Bulgaren terug. Ja, we spelen nu al 3 minuten over als ik het goed heb. Stel je voor. Strafkop neemt zijn tijd. 3-3. Het is een mooie uitslag op papier, maar een gelijkspel is niet voldoende voor Antwerp. 0-0 had verlenging opgeleverd. 3-3 levert alleen nog spanning op. Hopelijk meer dan dat zelfs. Van Rooij, Iskrenov staat er dicht. Allemaal de lucht in. Hoebrechts, Zavov. Ja, dit is alleen nog maar Holder, de Bolder en spanning. En alles naar voren. Met 10 tegen 11 ook nog. Goed van Quaranta. Quaranta, nee. Wat geeft hij? Hij geeft een overtreding buiten het 16 meter gebied. Dat was wel degelijk binnen. Je kan nog zeggen dat Quaranta iedereen omver liep. Maar geeft een overtreding voor Antwerp. En een vrijschop. Maar dat was zeker binnen de 16 meter. Ja, op het lijntje zullen we dan zeggen. In elk geval... Het zou ook een fout van Quaranta kunnen geweest zijn, want de Bulgaar ligt daar nog steeds. Geel voor Quaranta, wegens, veronderstel ik, verbaal protest. Kaupen even in de problemen, even in nauwe schoentjes. En dit is de allerlaatste kans. Geel voor Quaranta, inderdaad. Langs de lijn ondertussen Dimi Davidovic. Wat kan nog? Het zou onvoorstelbaar zijn. Ik zei het er straks, in voetbal is alles mogelijk. Match niet gedaan. Leenhoff achter de bal. En we gaan ondertussen, ja, denk ik, naar de 50 minuten. Maar de kennen zullen zeggen dat 6 minuten geduurd heeft. Kan het nog, kan het niet. Ja, het is gebeurd! 4-3, onvoorstelbaar, nooit gezien. Onvoorstelbaar. En wie is het? Quaranta. Het is Quaranta. 4-3.
In voetbal is dus wel degelijk alles mogelijk. Moeder, zou ik zeggen. Ja, onvoorstelbaar. Quaranta net zoals tegen Standaard. De supporters het veld op. Ze moeten eraf, want dit levert een boete op. Van Rooij, iedereen stuurt ze terug. Zdravkov, hoe is het mogelijk? Die Bulgaren laten kansen liggen op de counter, spelen ermee. Maar nu moeten die supporters eraf. Hoe is het mogelijk? 4-3. Iedereen, en ik ook, had ze al afgeschreven, Antwerp. Onvoorstelbaar. Die twee doelpunten van Klaassen zijn niet omzonst geweest. Ja, en dat is allemaal gebeurd in de 50ste minuut. En die Kuiper, ja, die zal het kunnen uitleggen aan de Bulgaren straks. Onvoorstelbaar. Quaranta dwingt die vrije schop af en scoort dan nog. 4-3, u hebt het gezien. En nu zingen we. Antwerp gaat naar de tweede ronde. Of is het nog niet gedaan? Iskrenov gaat plat. 10 tegen 11. Het is een huzarenstukje. Ja, en dan een fout van Iskrenov. Die slaat naar Quaranta. Duwt in elk geval tegen zijn gelaat. Iskrenov zou wel durven natuurlijk. En ondertussen is dat ook meegenomen, de tijdwinst. Ondertussen op mijn klok, 51. En ja, in 30 seconden, het is gedaan. Onvoorstelbaar, dit is een triomf. En een spektakelstuk. Iedereen het veld op, onvoorstelbaar. Dat dit kan. In een paar minuten die ommekeer van 1-3 naar 4-3. Zullen we nog lang over kunnen napraten, nog zeer lang. Daar liggen ze. De Bulgaren. Vitosha Sofia. Heeft zien gebeuren wat niemand had gedacht. Ze hebben het ook een beetje laten liggen, maar het is mooi. Dat scoreverloop. Die drie laatste doelpunten. In 3-4 minuten. En de supporters, ze mogen voor één keer het veld op, zolang ze maar vlug en terug veilig naar achter de balustrade gaan. En ja, dat is het. De vrije schop en het doelpunt van Quaranta. 4-3. Het is hartversterkend dat dit nog kan. En dat is de man, Slavchev, waar we zoveel over gepraat hebben. Die gaat wenend van het veld. Aanroept moeder Maria. Wordt getroost. Ja, dit zijn mooie en schrijnende beelden voor de Bulgaren uiteraard. De liefdevolle kleuren. Hoe is het mogelijk? De pech die Antwerp achtervolgde eigenlijk de hele wedstrijd. Of laten we zeggen, het gebrek aan meeval was er plots in enkele minuten. We gaan nog eens kijken. Frans van Rooij. Dit moet de derde goal van Antwerp zijn. De 3-3. Net op de lijn nog, of achter de lijn, weggehaald door Zdravkov. En dan is hij een geslagen man. Nico Klaassen. Ja, ze mogen nu eraf gaan, want anders wordt die boete toch iets te ruim. Kuiper zal wel verslag uitbrengen bij de UEFA. Dat scoreverloop. 0-1, 1-1, 1-2, 1-3. En dan leek het allemaal bekeken. Dat ook 1-4, 1-5 kunnen zijn voor Dinal. Met al die kansen voor Mitarski en Iskrenov. En die zullen nog vaak discussiëren. Als ze winnen is dat allemaal niks. Maar ze hebben voortdurend elkaar op de huid gezeten. Vooral Iskrenov. En dan Nico Klaassen twee keer. En uiteindelijk Raf Quaranta. Net als tegen Standaard vorige vrijdag. Met de kop. En al die mensen hebben eraan meegewerkt. Dat dit nog een zeer leuke uitzending is geworden. De voetballers ook natuurlijk. We gaan afscheid nemen. Ondertussen is de wedstrijd enkele minuten afgelopen. Het heeft ook lang geduurd na de rust. Uitslag 4-3. En Antwerp naar de tweede ronde van de UEFA-beker. Wat niemand voor mogelijk hield, is toch gebeurd. Nog een goede avond. En hopelijk heeft u er ook van genoten. Dag.